Gedeputeerde Job Fakkeldij, u wilt twee ton uittrekken de komende twee jaar. Voor de bestrijding van eenzaamheid. Het verraste mij een beetje, want ik heb het coalitieakkoord voor de komende jaren ergens op nageslagen. Daar staat het hele woord eenzaamheid niet in. En nu in één keer twee ton. Ja, het coalitieakkoord stond het woord COVID ook niet in. En dat is ook precies de aanleiding. We ontdekten uit onderzoek dat er gedaan was bijvoorbeeld dat niet alleen ouderen veel meer last hadden van eenzaamheid in die COVID-periode, 22% toename, maar ook onder jongeren een toename van 50%. Daar schrokken we met elkaar erg van. U vindt eenzaamheid dus een dusdanig ja, ja. probleem geworden dat u zegt nu moeten we hier echt een extra stap in zetten. Wij zeggen we zien wat we misschien al wel dachten ook terug uit onderzoek dat eenzaamheid eh, toch een effect is van, eh, van de coronacrisis. Dus we willen graag met elkaar bedenken. Hoe kunnen we in Flevoland zorgen dat we daar eh, nog niet een medicijn tegen hebben, maar wel bij helpen om die effecten te verminderen. Nu gebeurt er binnen Flevoland door verschillende gemeenten al heel veel op het gebied van bestrijding van eenzaamheid. Bent u niet bang dat het meer van hetzelfde wordt? Dat zou kunnen, maar wat we in ieder geval nog niet hebben is een hele goede monitoring daarvan. Want dit was een eenmalig onderzoek waaruit we één beeld één signaal hebben gekregen. Een signaal dat het erger wordt? En De vraag om ondersteuning eh, hield ook wel in. Denk met ons na welke pilots zouden hier nou kunnen helpen? Want de klassieke zaken die je doet tegen eenzaamheid die zijn gebaseerd op ontmoeting. Oeh, dat is nou toch het ingewikkelder geworden: op samen dingen ondernemen. Die zitten ook niet vaak, zijn die gericht op jongeren, wat we zagen. Dus het is enerzijds een nieuwe doelgroep, anderzijds een nieuwe situatie. En dat maakt dat je moet ontwikkelen wat kunnen we daar nou aan bijdragen. Maar duidelijk is dat wij niet zelf zomaar iets gaan doen wat al bij een gemeente gebeurt. Dat we samen met gemeente en andere maatschappelijke partners proberen te helpen in het monitoren, het ontwikkelen van methodieken en het starten van pilots die daarop gebaseerd zijn.